Op woensdag 16 maart staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Maar op welke lokale partij moet je nu echt gaan stemmen? Daar kom je volgende week achter in het studentenverkiezingsdebat op de Universiteit van Tilburg. Dat debat wordt geleid door de politiek verslaggever van Talkshow op 1, Thomas van Groningen. En we hebben hem aan de lijn. Goedemiddag, Thomas. Goedemiddag. Nou, leuk dat u er bent. We staan hier nu op de FHJ voor uw bekend terrein, want u heeft ook aan onze opleiding gestudeerd. Wist u altijd al, ook als FHJ-student, dat u politiek verslaggever zou willen worden? Nee. Eerlijk gezegd niet. Ik volgde wel altijd al het politieke nieuws en ik vond dat wel interessant. En ook bovengemiddeld interessant. Ik ging bijvoorbeeld toen al naar, had je een evenement in Amsterdam, dat heette Politieke Junkies. Daar ging ik in die tijd al naartoe. Dus dat is wel iets wat ik al wel bovengemiddeld goed volgde. Maar ik had zelf niet idee dat ik die kant van de journalistiek op zou gaan. Ik zag mezelf meer, omdat ik wilde altijd bij de radio werken. Dus toen ik FVJ deed, wilde ik altijd radiojournalistiek doen. En niet zozeer in Den Haag. Toen heb ik 10 jaar bij BNR gewerkt. Dus ik heb eigenlijk gedaan wat ik wilde tijdens mijn studie. En toen kwam ik op de politieke redactie van BNR terecht. En toen een keer op een blauwe maandag een tv-optreden gehad. En dat vond ik zo leuk. En ik moet zeggen dat ik het ook wel leuk vond. En dus zo uiteindelijk kwam ik in wat ik nu doe terecht. Ja, is toen de liefde voor politiek verslaggever dan ontstaan? Nee, kijk, ik zie namelijk, politieke verslaggeving is niet anders dan een algemeen verslaggeving. Dat heb ik ook jarenlang gedaan voor BNR. Alleen het enige verschil is dat je het nu doet op die ene vierkante kilometer rond het Binnenhof in Den Haag. Nou, nu uiteindelijk is de Tweede Kamer even verhuisd, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hmm. Dus eigenlijk is politiek journalistiek niet een per definitie heel ander genre dan algemeen verslaggeving. En heel veel mensen denken van wel, en heel veel mensen in het vak denken ook van wel, maar dat is het natuurlijk eigenlijk niet, want het komt erop neer, je zoekt iets uit en je vertelt daarover en je vraagt het aan de mensen die er meer van weten. En of dat nou in de politiek is, of dat je dat doet lokaal in een gemeente, of dat je dat doet in de sport, ik ben van overtuigd dat eigenlijk het werk allemaal op hetzelfde neerkomt. Alleen, het punt is wel dat wanneer je natuurlijk als politiek verslaggever moet je je bovengemiddeld verdiepen in het reilen en zeilen van de Nederlandse politiek. Ja, en klopt het dat u de opleiding eigenlijk niet hebt afgemaakt? Ja. Hey, bedankt, tot ziens. Nee, nee, zeker. Dat klopt. Ja, ik heb geen diploma van de school van journalistiek, van de FAJ. Ja, en hoe is dat dan? Mijn hoogste diploma is een HAVO-diploma. Ja, want waarom heeft u het eigenlijk dan niet afgemaakt? Had u de FAJ niet nodig voor de politieke verslaggeving? Nou, het blijkt dat je het dus niet nodig hebt, maar dat weet je natuurlijk van tevoren nooit. Dus dat is een ik zou nog niet als levensles willen meegeven nu. Maar, ik had wat moeite destijds, maar het is nu allemaal anders. Destijds had je een project waarbij je moest werken voor de toen nog Wegener kranten. Dat zijn de kranten die nu bij de persgroep horen, DPG Media. Dus dat zijn dan Brabants Dagblad, Eindhoven Dagblad. En daar moest je dan innovatieve journalistiek bedrijven. Maar in de praktijk had ik het gevoel dat we daar eigenlijk niet zoveel van opschoten. En ik was wat vocaal in mijn kritiek op de lessen die we kregen op de school van journalistiek. Dat ik dat project niet haalde. En ik kwam daardoor dusdanig veel studiepunten tekort. Dat als ik zou willen afstuderen, ik een soort van inhaalproject zou moeten doen. Wat weer heel lang zou duren en heel ingewikkeld zou zijn. En toen had ik bedacht, nou weet je wat. Ik heb nu toch al werk, want ik had toen mijn stage gelopen bij BNR en dan mocht ik blijven. Dus toen dacht ik, nou, laat lekker zitten dat diploma. Maar daardoor zit ik wel met een vrij forse studieschuld. Ja, maar uiteindelijk heeft het dus goed uitgepakt. Ja, maar dat is een beetje, ja, maar dat is natuurlijk geen garantie of zo. Hè? Want ik zou niet nu gebruikt willen worden door jullie al een soort van argument om te zeggen, nou ja, die school is niet nodig. Ja, want zo is het natuurlijk nou ook weer niet. Want ik heb wel degelijk daar dingen geleerd die ik ook nog wel nodig heb nu, anno 2022. Zou je zeggen dat je geluk hebt gehad met je carrière nu? Ja, zeker. Dat denk ik wel. Maar het zou arrogant zijn om iets anders te beweren, denk ik. En dus volgende week het studentenverkiezingsdebat. Over welke onderwerpen zal gedebatteerd worden? Ja, dat is wel leuk. Dat is voorbereid door studenten van de universiteit. Dus die hebben ook stellingen bedacht waar dan dus die lijsttrekkers,
niet alle partijen sturen de lijsttrekker, maar waar de partijen uit Tilburg over in debat gaan. En dat zijn echt thema's die studenten aangaan. Dus denk aan naar wonen. Is een groot probleem. Als je hier naar Tilburg komt om te studeren, is het voor veel mensen moeilijk om woonruimte te vinden. Wat moet de gemeente daaraan doen? Nou, daar wordt onder andere over gesproken. We gaan het ook hebben over, moet Tilburg zichzelf interessanter maken voor buitenlandse studenten of niet? Is ook best wel een hot topic. En we gaan het ook hebben over evenementen en dat soort dingen. Dus over de stad aangenamer maken voor studenten. Dat allemaal thema's. Die hoog op de agenda staan. Ja, want de opkomst in Tilburg bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn best wel laag en ook onder jongeren. Speelt dat mee waarom je leider wil zijn van zo'n debat? Nou, ik vind dat wel belangrijk, ja. Ik denk, kijk, iedereen moet wel zien het doel om, want als je zegt, wij gaan jou vertellen waar je op moet stemmen, dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar ik vind het belangrijk dat mensen zich goed kunnen informeren over waar staan de politieke partijen waar je op kan stemmen voor. Dat vind ik wel belangrijk. Ik heb een van mijn beste vrienden, die woont in Tilburg ook, en die vroeg aan mij, ik hoef maar één ding te weten, welke partij is het best voor Willem II? Want daar ga ik op stemmen. Ik zeg, ja, maar er zijn ook nog wel allemaal andere dingen. Ja, maar dat maakt me allemaal niet uit, ik ga het allemaal niet verdiepen. Nou ja, en wat we proberen met die avond volgende week is dat hij is dan wel een student meer, maar net student af, dat mensen, doordat ze even een paar uur daarnaar kijken, dat ze toch een beeld krijgen van, oké, daar staan deze partijen voor en dan kan je een goed geïnformeerde keuze maken. Ja, want voor veel jongeren of studenten is de gemeenteraadsverkiezingen best wel ver van een bedshow. Begrijp jij dat? Ja, gevoelsmatig begrijp ik dat, maar het is natuurlijk niet zo. Sterker nog, ik denk dat het verkiezingen zijn die dichter bij je bed staan. Hè. De gemeente gaat over letterlijk wat er om jou heen gebeurt. En ik kan me voorstellen, als je student bent en je komt net in een stad wonen, dan voel je je misschien helemaal niet zo verbonden met zo'n stad. Maar misschien ben je van plan wel langer nog in Tilburg te blijven wonen. En dan maakt het wel degelijk uit waar je op stemt. Welke keuzes er gemaakt worden, die kunnen grote gevolgen hebben voor jouw directe leefomgeving. En daarnaast speelt er nog wat anders, is dat in de afgelopen jaren de gemeenten heel veel meer taken hebben gekregen. Dus dingen die vroeger landelijk werden bedacht, die gemeenten alleen maar moesten uitvoeren, of soms zelfs helemaal niet, daarvoor zijn gemeenten nu ineens verantwoordelijk. Neem bijvoorbeeld een jeugdzorg, is gedecentraliseerd. De politie, ja, dat valt altijd al wel onder de burgemeester, maar heel veel politietaken zijn overgegeven naar de gemeente. De BOA's doen dat tegenwoordig. Nou, daar moet ook gemeente, moet daar beleid voor opstellen. En daar gaat wel jouw stem ook over. En dat is dus veel belangrijker misschien nog wel dan de Tweede Kamerverkiezingen, waar wel de opkomst hoog is. Ja, want wat zouden volgens jou opties zijn om het een mindere ver van een bedshow te maken voor studenten? Nou, in Tilburg kan ik daar één heel goed ding voor aanhalen. Dat is gewoon veel te weinig aandacht voor de lokale politiek. Ik zelf volg het ook niet op de voet. Maar dat kan ook niet, want als jij mij kan vertellen waar ik het laatste nieuws kan vinden over de Tilburgse politiek en waar ik dat dagelijks kan volgen, dan hoor ik het graag. Dat is er namelijk niet. Of te weinig. Je hebt het Brabants Dagblad, je hebt Omroep Brabant en je hebt een lokale omroep. Nou, die lokale omroep die doen bijna helemaal niets aan politieke verslaggeving. En die andere twee die zijn veel meer bezig met grotere landelijke thema's lokaal maken. In plaats van dat ze die lokale thema's die politiek spelen goed uitlichten. Dit is een stukje kritiek van mij op de regionale journalistiek. Maar ik denk dat dat een probleem is. Ik denk dat het veel meer gevolgd zou moeten worden. En we weten allemaal wie de Kamerleden zijn en wie de minister voor klimaat is. Jette. Maar weet jij wie de wethouder is die gaat over klimaat in Tilburg? Heb je enig idee? Nee. Nee, om een voorbeeld te geven. Nou ja, eigenlijk is het best gek dat mensen dat van hun eigen stad niet weten. Ja, en over de lokale politiek gesproken. Afgelopen weekend werd bekend dat Sigrid Kaag en Jesse Klaver partijen als Forum voor Democratie en de PVV uitsluiten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Verraste u dat? Nee, want we weten natuurlijk dat dat al wel langer speelt. Wat mij in die zin verrast is dat ze de lokale fracties ook niet het mandaat geven om zelf die keuze te maken. Hè. Het zijn regionale verkiezingen, je stemt op een lokale afdeling van een partij. En het is in die zin opmerkelijk dat de landelijke leider eigenlijk zegt, onze lokale fracties zullen nooit dit of dit doen. Dat zullen ze ongetwijfeld achter de schermen besproken hebben. Maar daarmee lijkt het nu wel weer alsof wanneer je op D66 Tilburg stemt, dat je er eigenlijk op Sigrid Kaag stemt. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo, want die stemt op de lokale lijst. Maar goed, daar valt het voor te zeggen. In Tilburg wordt het wel interessant, want de grootste partij op dit moment in de gemeenteraad is Hans Smolders.
met de lijst Zwolle Tilburg. En die is oud-FVD. Die is niet meer een Forum voor Democratie. Dus dat vind ik wel interessant. Maar ja, valt die daar nou ook onder of niet? Bij de laatste keer dat hier de gemeenteraadsverkiezingen waren, in 2018, sorry. Toen werd hij eigenlijk een beetje buitengesloten bij de coalitieonderhandelingen. En misschien dat nu weer dan gebeurt. Of dat misschien, ja, nu die oud-FVD is en niet meer achter Thierry Baudet aanloopt, dat hij misschien wel meer mag doen. Oké, laatste vraag. Nou, er zijn ongetwijfeld studenten van de opleiding die ook politiek verslaggever willen worden. Wat zou je aan hem willen meegeven? Gewoon doen. De Tweede Kamer is open. Het was met corona wat moeilijker. Maar als je gewoon aanmeldt, kan je gewoon iedere dinsdag of woensdag of donderdag of vandaag, kan je gewoon op de publieke tribune gaan zitten. Je kan gewoon je daar melden. Je kan nu al mee beginnen eigenlijk. Dus doe dat vooral. Het is wel hard werken. Het is, want politiek stopt nooit. Dat heb ik al geleerd in de afgelopen paar jaar. Dus het is, er gebeurt altijd wat. Een rustige zondagmiddag bestaat ook niet, want dan roepen ze weer iets naar buitenhof wat heel erg nieuwswaardig is. Of weet ik veel. Dat wil ik je wel meegeven. Oké, nou Thomas, bedankt voor je tijd. Alsjeblieft. Ja, het aanmelden voor de studentenverkiezingsdebat volgende week woensdag kan nog steeds via de site van de Universiteit van Tilburg.